allemaal, het leek me vandaag leuk om een soort nieuw in video te maken van dingen die ik nieuw heb ontdekt, gekocht. Gewoon wat nieuwe spulletjes die ik graag met je deel. Sommige zullen misschien terugkomen in mijn favorieten van deze maand, andere misschien niet, dat weet ik nog niet, want ze zijn nieuw. Dus ik dacht, ja, leek me wel leuk, een keertje wat anders. Om te beginnen met deze droogshampoo. Dit is de Colab Dry Shampoo. Dit is de Fresh variant. En je hebt er allemaal geur van. Maar deze heb ik al heel erg lang op mijn verlanglijst staan. En was alleen maar, of was niet in Nederland verkrijgbaar. Dit is, Colab is in samenwerking met Model Recommends. En dat is voor degenen die op YouTube haar wel volgen, een model wat ook een YouTube kanaal heeft. En iedereen hoor ik altijd heel enthousiast over deze droogshampoo. En nu heb ik hem ook. Ik heb hem nu ook gebruikt. Alleen deze, dit is niet een volume variant. Dus hij is gewoon een droogshampoo. Maar ik had vanmorgen heel vet haar. En nu niet meer. Ja, ik heb de hele dag, dat wilde de hele week al. Ik heb het woensdag, het is nu vrijdag. Ik heb het woensdag gewassen. En normaal doe ik er dan droogshampoo in en volumepoeder en dat soort ongein. Maar dat heb ik nu niet gedaan, dus het hangt sowieso een beetje als een dweil. Ik ga morgen ook naar de kapper, dus ik dacht, het is gewoon wel even prima zo. En ik heb dus vanmorgen dit erin gedaan. En daardoor ziet het er in ieder geval niet vet uit, maar het hangt nog steeds als een dweil op mijn hoofd. Maar dat heeft hier niks mee te maken. Maar ik heb hem dus net en ik vind hem wel heel fijn. Hij ruikt heel fijn. Gewoon fris, zoals de naam al doet vermoeden. Je hebt ook heel veel van die, nou ja, meer tropische geuren en zo. Maar voor mij mag het gewoon een beetje ruiken als shampoo en niet te overdreven. Want dan heb ik heel het gevoel dat ik naar droog shampoo ruik. Dan, nou, dit is op zich geen nieuw product voor mij, maar wel deze variant. Dit is de Vaseline Intensive Care Spray Moisturizer. Je hebt hem al heel vaak voorbij zien komen in mijn opgemaakt video's. En dus ook ooit wel in mijn favorieten. Ik heb hem altijd in het geel, maar ik heb nu deze. En wat ik hier het lekkerder aan vind, of het leuke aan vind, is dat deze, dit is Coca Radiant. En deze heeft dus een heel subtiel glansje. En dat wist ik eerder niet, dat deze dat had. Ik heb een haar ergens, voel ik. Maar die heeft dus gewoon een glansje. Nou, dat vond ik helemaal fantastisch. Dus sindsdien deze, ik gebruik ik nu. Ik heb nu net vandaag toevallig de gele opgemaakt. Maar ik heb deze al wel een paar keer gebruikt. En ik vind hem heel fijn. Dan een nieuw parfum. En dat is deze. Dit is, of eigenlijk twee nieuwe parfums, moet niet gekker worden. Dit is Vera Wang's Princess. En het is een opvallend flesje met een kroontje erop. En dit is een parfum wat een vriendin van mij heel vaak draagt. En ik vond het altijd heel lekker bij haar ruiken. En toen stond ik laatst deze af te rekenen bij Kruidvat. En toen zag ik dat ze deze hadden. En nog in de aanbieding ook. En ik weet dat zij altijd zei, joh, daar is heel lastig aan te komen. Toen dacht ik, weet je, ik ga hem gewoon een keer proberen. Want ik weet dat ik hem bij haar altijd lekker vond ruiken. Het is zoet, je moet ervan houden. Maar ik vind hem heel fijn. Dus ik heb hem nu de afgelopen dagen veel gebruikt. Maar wat ik ook heb gekregen, nou, deze heb ik niet gekregen. Maar deze was dus in aanbieding bij de Kruidvat nu 20 euro. En dit is volgens mij 30 milliliter. Of misschien wel 50. 50 milliliter. Nou, dat vind ik geen geld voor een fijn parfumetje. En dit is even het kleine flesje. Maar ik heb hier ook het grote flesje van. Dit is een parfumolie uit India. Mijn ouders zijn in Zuid-India geweest. En die hebben daar, mijn moeder neemt altijd een souvenirtje mee voor ons. En voor mij had ze dit keer parfum. En dit is Kashmiri Lily. En het ruikt echt heerlijk. Ik heb hem nu ook op. Het blijft ook, je hebt er heel weinig van nodig. Het blijft ook super lang hangen. Ik heb hem vanmorgen opgedaan en ik ruik hem nog steeds behoorlijk. En het is gewoon een hele lekkere, zoete, warme geur. Als een kashmirdrui met lily. Lely. Nee, het is echt een hele lekkere geur. Ik ben waardeloos in het omschrijven van geur. Goed, dan een leuke budget variant die ik ontdekte of die ik laatst kocht. Dit is de Essence My Must-Haves. Hier heb ik ook een eerste indruk van opgenomen. Dus als je daar benieuwd naar bent, die komt denk ik ook wel binnenkort online. Of deze komt later of de eerste indruk komt later. Maar Essence heeft tegenwoordig paletjes waarbij je die je zelf kunt samenstellen met je favoriete kleuren. Vond ik super leuk. Dit is mijn paletje geworden. Nou, als je meer wil zien, komt dat in die video. Maar hier kan je een beetje de kleuren, twee van de kleuren zien. Vind ik gewoon super leuk. Nieuw in. Ben er blij mee. Dan nog iets wat ik laatst opgestuurd kreeg. En dat is het Murad Retinol Youth Renewal Serum. Deze. En dit zou je rimpels op magische wijze moeten laten verdwijnen. Ik ben super benieuwd. Niet dat ik nou heel veel rimpels heb. Maar ik ben toch heel benieuwd.
Dus die ben ik nu braaf elke ochtend en avond op aan het smeren. Dus nou, daar horen jullie vast nog meer over. Dan nog een make-up trucje. Ik kijk graag de vlogs van Masha van Beauty Gloss of Vloggloss. Ik zit nou onder de make-up. En een van de trucjes die zij de laatste tijd doet op Beauty Gloss dan is, en trouwens ook volgens mij op Vloggloss wel laat zien, is een fixing spray en dan deppen met je Beauty Blender. Ik vind het fantastisch. Ik doe dus nu spray het over mijn gezicht, doe ik mijn Beauty Blender deppen. Ik breng eigenlijk mijn make-up er niet zo vaak mee aan, ik doe het altijd met mijn handen eigenlijk. Maar dan doe ik dit en het geeft echt een heel mooi, natuurlijk airbrushed effect. Ik vind het fantastisch, dus een hele leuke tip. Dan iets in de categorie outfits en dat heb ik gisteren gekregen, dat wil ik toch even laten zien. Dit zijn matching shirts voor mama en zoontje, want dat zie je minder vaak dan meisjeskleding. Dit shirt, dit is de M, maar ik heb uiteindelijk de S, hou ik denk ik. Dit shirt is voor mij dan, dit is Up All Night. En dan voor Niels moet ik ook nog even een maat kiezen, ik heb van allebei twee maten. Sleep All Day, nou dit is toch gezellig, ik vond het wel leuk, matching outfits. En dan als laatste een trui waar ik in woon de laatste tijd. Voor wie mijn vlogs volgt, ik woon in mijn konijnentrui thuis, maar ik heb er nu nieuwe liefde bij. En dat is deze trui met Zen van de Bershka. Hij is heel lang, wijd. Super zacht. En ik woon erin. Ik word er heel blij van. Dat was het. Dat was alles wat ik nieuw binnen heb. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Weer eens wat anders. Als je de video leuk vindt, laat het dan vooral even weten door een duimpje omhoog te doen. En als je mijn kanaal sowieso heel leuk vindt, zou ik het fantastisch vinden als je wilt abonneren op Blonde Beauty Fashion door hier op mijn gezicht te klikken. En ik wil jullie... Oh, hier trouwens, volgens mij. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg!